En wie morgen of overmorgen niet in de buurt moet zijn van het Koning Boudewijnstadion, die blijft daar beter weg, want er worden telkens 70.000 mensen verwacht. In het stadion wordt nu al enkele dagen de set opgebouwd voor een nooit gezien spektakel van de Ierse supergroep. Onder meer het indrukwekkende podium en het grote videoscherm zijn het werk van Vlaamse bedrijven. Een verslag van André Vermeulen. De internationale producenten van de tournee van U2 onderstrepen dat ze de buitenwereld maar zelden een kijkje achter de schermen geven. Maar speciaal voor ons land kan het. This is probably a unique little press gathering here because, you know, the show owes its, a lot of its status to where it is to a lot of Belgian technology. Het opvallende podium in de vorm van een grote metalen spin is ontworpen in Tildonk bij Werchter door de firma Stageco, die zelf gegroeid is uit het Rock Werchter Festival. Stageco levert al bijna 20 jaar de podia voor U2, maar dit gevaarte overtreft alles. Normaal vragen wij 4 dagen om het op te bouwen. Dan hebben zij 1 dag om de ganse productie erin te hangen. Dus video, licht, geluid, het podium onderaan, dus de performance area. En dan afbouw is 2 dagen. Omdat op- en afbouw zoveel dagen duurt, bestaan van dit podium 3 exemplaren. Eentje staat hier nu in Brussel. Een andere zijn ze aan het afbouwen in Parijs. En een derde zijn ze vandaag begonnen in Saint-Sébastien. Andere bedrijven van bij ons, T-Technologies en XL Video, staan in voor de techniek van deze tournee van U2. Cruciaal daarin is een reusachtig videoscherm, aangestuurd door 500.000 LED-pixels en ontworpen door Barco. Video is een heel belangrijk aspect geworden van een concert, van een evenement. Er wordt ook meer en meer gebruikt, niet enkel om video, maar ook om veel effect te kunnen geven. Het enige dat wij kunnen zeggen is, keep the dream going. We moeten blijven dromen van wat er kan. Voor de bedrijven van bij ons is elke tournee van U2 een technische sprong vooruit. Morgen en overmorgen mogen ze de groep en het publiek in Brussel mee in extase brengen.